Na het vertrek van zowel wethouder Horsthuis-Tangelder als wethouder Post blijft er nog maar een klein college over in de gemeente Overbetuwe. Burgemeester Hoyt en Grauwbos en de overgebleven drie wethouders gingen maandagmiddag in het beraad over hoe nu verder te gaan. Ook nu de grootste coalitiepartij, Gemeentebelangen Overbetuwe, uit elkaar is gevallen. Gisteren is daar geen uitsluitsel meer over gekomen. Maar inmiddels is er iets meer duidelijkheid. Bij het gemeentehuis in Elst staat onze verslaggever Jennifer Straub. De gemeentevergadering gisteren heeft lang geduurd. Het was natuurlijk ook een lastige opgave. Uiteindelijk is er een tussenoplossing uitgekomen. En in een schriftelijke reactie laat de gemeente Overbetuwe het volgende weten. De continuïteit van het dagelijks bestuur is geborgd. We hebben de portefeuilles herverdeeld onder de drie wethouders. Dit proces is zorgvuldig uitgevoerd om te zorgen dat alle belangrijke onderwerpen en verantwoordelijkheden goed geborgd blijven. De al geplande afspraken van de komende weken zijn overgenomen waar dat, gezien de korte termijn, mogelijk was. Waar dit niet lukt, zal er bestuurlijke afstemming zijn met andere gemeenten in de regio om de belangen van de gemeente Overbetuwe te waarborgen, of wordt dit ambtelijk opgepakt. Het vertrek van de twee wethouders heeft uiteraard impact, maar we hebben vertrouwen in de flexibiliteit van ons team en van onze organisatie. De drie wethouders zullen hun ervaring, netwerk en expertise inzetten om de extra verantwoordelijkheden te dragen. Efficiëntie en zorgvuldige planning staan hierbij centraal om de impact op de werkzaamheden zo minimaal mogelijk te houden. Uiteraard hebben we ook geprobeerd om een reactie te krijgen van een van de overige wethouders, maar zowel de wethouders als de burgemeester wilden geen verantwoording afleggen voor onze camera.